Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 7 december 2017. En ja, jullie hebben natuurlijk ook allemaal die raket die Bitcoin heet gezien, zien opstijgen in een steeds steilere curve, hoger en hoger. En waar gaat die ophouden? Is dat pas als we op de maan staan en we die zak met $100.000 vast kunnen houden, of 100.000 euro zo je wilt? Of zal die raket dadelijk toch een keer een nieuwe brandstof moeten gaan tanken en wat daarvoor wat terug gaan zakken. Nu zei ik natuurlijk al bij 10.000 dat dat ging gebeuren en dat we terug zouden gaan naar een niveau van 6, 6500, misschien wel 5000. Nou, daar heb ik echt ongelijk in gekregen. En door al het nieuws rondom de future contracts is Bitcoin voorlopig niet te stoppen en is er een hele positieve sfeer in de hele cryptocurrency markt. Maar 10 december dan komen die future contracts. Die komen, de eerste die gaat lopen dan. En dan komt 17 december gaat de volgende lopen, CME Group. Dus ja, dan gaat er een moment komen waarop er geshort dan wel long gespeeld wordt op Bitcoin. Hè? En bij shorten dan wordt er gewed op een lagere Bitcoinprijs in een nabije toekomst. En komt daar dadelijk een getal uit, het gemiddelde van al die mensen die long dan wel short doen, en de toekomstige Bitcoinprijs wordt op zo'n, noem maar wat, 8000 gesteld, dan is dat iets waar deze parabool zich mogelijk ook naar gaat richten. Een self-fulfilling prophecy. Dus ja, wat gaat dat doen? Ik denk niet dat die mensen, als Bitcoin dadelijk op dit niveau staat, gaan zeggen van, gaan anticiperen met hun geld op een nog veel hogere Bitcoin-koers. Ik zou dat niet doen. Dus ja, dat is wel iets om in de gaten te houden. Kijk, deze cryptoboel die dacht, misschien kunnen we met de Bitcoin-koers de tijd straks nog wel gaan buigen. Hè? We gaan steeds steiler en wie weet kunnen we dadelijk wel naar links toe. En nou, dat zou Einsteins theorie in ieder geval in de praktijk bevestigen. Ik denk niet dat dat gebeurt. Ik wil jullie vooral ook dit eventjes laten zien. Nou, ben ik zelf op het gebied van parabolische curve patterns ben ik natuurlijk niet de specialist. Hè. Ik ben ook nog maar een beginnende technische analist wat betreft de crypto's. Hè, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, deze geeft wel een kaart aan. Hè. Deze man heeft dit gemaakt, gepost, laten zien. Dat wij in een parabolische curve zitten en dat we deze bovenlijn mogelijk hier kunnen gaan raken. Dus dan zouden we in een korte tijd, en dat zijn we al aan het doen, hè, we zitten nu op zo'n 14.500, hebben we nog maar een klein stukje te gaan, tot over een paar dagen, we tegen die 20.000 aan zouden zitten. Maar misschien vallen we sneller om. Volgens deze curve komen we dan terug op een basislijn, die gevormd wordt door deze punten hier, van zo'n $3.000. Ja. Nou denk ik niet dat het zo vaak. Oh, ik heb een puistje hier zie ik zitten. Ja, nou dan moet ik even weg. Dan ga ik zo verder. Dat is natuurlijk geen gezicht hebben als zo'n puist. Dan heb je dus die basislijn 3000. Nou, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Met al het positivisme wat er rondom Bitcoin is, de toekomstige prijzen die ervoor bedacht worden, denk ik niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar wel iets om in de gaten te houden, dat we best stevig zouden kunnen teruglopen. Als dadelijk die mensen die flinke winsten hebben behaald, die lager hebben ingekocht, en die winsten, en hier zien ze een kentering plaatsvinden, nou, die gaan verkopen, die willen hun winsten veiligstellen. En daardoor zien anderen dat de koers nog harder naar beneden loopt, dan kun je een sneeuwbaleffect krijgen, waardoor het opeens hard kan gaan. En we zijn hard omhoog gegaan, en we kunnen dus ook wel hard omlaag gaan. Dus hou dat in de gaten. Ja, voorlopig staan we op een prachtige koers van 14.420. En dat in een 3 dagen tijd hebben we er gewoon 2.000-3.000 bijgekregen. Dus het gaat erg hard hoor. Dan wou ik jullie nog even laten zien. IOTA. IOTA die is in de cryptomarkt omhoog geschoten. Ook nog veel harder dan een raket. Hè? Afgelopen week 180%. En daarvoor is die ook al een keer over de kop gegaan. En meer dan 100% winst. Gebaseerd op nieuwsberichten dat IOTA zou partneren met Microsoft, met Samsung, met Cisco. En dit bericht,
die zetten wat vraagtekens bij. Het blijkt toch dat het nieuws wat aan de haal is gegaan met de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat IOTA en Microsoft een afspraak hebben in Parijs op 14 december, dus over een paar dagen. Wellicht om te praten over een partnership, maar daar is nu nog geen feit van. Nou, bij Fujitsu en Microsoft is er, die hebben wel een bepaalde samenwerking. IOTA wordt er ook in genoemd. Dus ja, waar rook is, is ook vuur. Wat Cisco betreft is dat niet zo. De schrijver van dit artikel heeft het direct nagevraagd. En ze zeggen, we hebben geen team-up met IOTA. Mogelijk dat het in de toekomst wel het geval zal zijn. En daarbovenop, het team van IOTA. Wat is dat voor een team? Los daarvan, het product IOTA is ontzettend interessant. Hè? De Tangle, een alternatief voor de blockchain, waarbij je echt geen transactiekosten hoeft te betalen. In plaats daarvan, wanneer je een transactie doet, moet je de voorgaande twee transacties valideren. En dat is de manier waarop je betaalt voor een transactie. Het is een hartstikke mooi beginsel. Maar in de broncode van IOTA, daar stond een bepaalde fout, opzettelijke fout in. Een oplettende programmeur heeft daar het IOTA-team onder vier ogen, of hoe je dat ook mogen noemen, daarop geattendeerd in juni, juli. Van, hey, let op, als iemand daar kwaad mee wil, kan die iemand anders zijn geld uitgeven binnen de IOTA-blockchain. Dat heeft het IOTA-team destijds ontkend. Toen heeft die persoon gezegd, nou dan ga ik het in de openbaarheid brengen. Waarop het IOTA-team het heeft bekend en heeft gezegd, ja, maar dat hebben wij expres gedaan, want als iemand met onze code, die open source is, aan de haal gaat, dan kunnen wij die blockchain gaan attacken. Dan kunnen wij die gaan corrumperen, of hoe je het ook noemen wil. Maar dat draait natuurlijk helemaal in tegen het beginsel van open source. Iedereen mag er gebruik van maken. Dus dat stinkt. Bovendien heeft IOTA gelogen tegen de persoon die hun erop attenderen. Dus ja, het stinkt van alle kanten, zeg maar, IOTA. En ik heb gisteren mijn IOTA verkocht. Blij dat ik dat gedaan heb. Want als we even terugkijken, IOTA die heeft de afgelopen 24 uur toch zo'n 32% verloren. Al krabbelt het nu weer wat terug. Dus ja, wat je daaruit, de les die je eruit mag trekken is, hobbel niet zomaar klakkeloos het nieuws achterna, maar zorg dat je zelf een goed onderzoek doet, met name als je er veel geld in gaat investeren. Kijk, zo heb ik op basis van technische analyse, zag ik die prachtige wig die zich vernauwde van boven en van beneden, die naar een uitbraak moest komen. En ik heb toen een voorspelling gedaan dat Ethereum naar 600, misschien wel $700 zou gaan stijgen. Ja, ik kan natuurlijk niet in die glazen bol kijken en dan had ik daar vast die pushes in gezien die een geweldige kans voor Ethereum hadden kunnen betekenen. Ethereum had echt zo naar die 800 kunnen gaan als die pushes succesvol op het Ethereum netwerk hadden kunnen lopen. Die pushes heb, ik ben hem even vergeten hoe die heet, ik heb hem gisteren in mijn filmpje genoemd, hè? Kitties, nog iets. Hup, kitties. Misschien zit jij al in de pushes. Die pushes heeft ervoor gezorgd dat de Ethereum blockchain aan het vastlopen is. En dat er vertragingen zijn, dat transacties niet doorkomen. En nou, dat is het zoveelste bewijs dat het Ethereum netwerk zoals het nu is, niet voldoende goed functioneert. En dat er dus upgrades nodig zijn. Nou ja, dat kost tijd, maar voor de stand van zaken nu, ja, is die prijs van Ethereum zoals die nu is wellicht gerechtvaardigd en een hogere prijs nog niet. He, dat zie je hier terug in een bepaalde sell-off die heeft plaatsgevonden. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb dus ook de laatste paar dagen zeg maar 2/3 van mijn Ethereum verkocht om op andere munten te zetten. Ja, ik zou me gek zijn om mijn geld op een munt te laten staan die alleen maar aan het teruglopen is, waar je op tal van andere plekken in de cryptomarkt volop groene cijfers ziet. Opmerkelijk overigens, met zo'n run-up die Bitcoin aan het doen is, dat die altcoins het ook zo goed bijhouden en in sommige gevallen Bitcoin voorbij hobbelen. Hè? Want ja, dit zijn natuurlijk ontzettende percentages die Bitcoin niet waar kan maken. Wat ook aangeeft dat al die mensen die de afgelopen 2 maanden of maand in die cryptowereld bij Bitcoin terecht zijn gekomen, zich ook aan het oriënteren zijn naar die altcoinwereld. Het nieuwe geld van Bitcoin, die groeiende market cap, is ook aan het doorvloeien dan al die andere altcoins. Dus ja, daar profiteren we natuurlijk allemaal van mee.
De bomen lijken tot in de hemel te groeien, maar ik weet inmiddels wel, dit is weer een fase en die volgende fase komt ook weer. Ik wil geen fut strooien, fear, uncertainty, doubt. Maar ja, inmiddels weet ik wel, het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. En ik raad iedereen aan om een stukje van die winst eventjes opzij te zetten. Al is het maar 20%, even ervan afromen. Zet het even weg naar fiat. Zet het even weg naar USD Tether. Wat geef ik nodig voor advies, Tether? Ik heb dat niet gezegd, hè, maar zorg dat je dat even apart zet. Omdat als er dadelijk die pullback gaat komen, de markt die loopt met, nou, mooi getal, 50% terug. Alles wat de helft minder waard. Dan kun jij natuurlijk met het geld wat je hebt weggezet weer volop gaan shoppen bij die goedkope coins. En daar kun je in de cryptomarkt iedere keer echt de meeste winst mee maken. Maar het moeilijkste van crypto's is verkopen. Vind ik zelf persoonlijk ook hoor. Veel moeilijker dan kopen, 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 kopen. Maar verkopen als iets steeds aan het stijgen is, dat is lastig. Nou, dit wil ik nog zeggen voor de mensen die wat nieuwer zijn in de cryptowereld. Sowieso. Kijk ook wat van mijn eerdere video's. Er staan af en toe handige tips, hulpmiddelen in die je kunt gebruiken om een effectieve trade te kunnen maken. Maar het is ook wel fijn om te weten, in dit geval de top 25. En wat houden die 25, top 25 cryptomunten nou in? Wat is hun selling point? Wat willen ze gaan doen in de wereld? Wat willen ze gaan brengen? Nou, dat wordt in dit artikel, ik zal het ook onder het filmpje zetten, helder uiteengezet. Dus ik raad jullie aan om daar eens naar te kijken. Tot slot, als je gaat handelen, ik heb het laatst ook al in een filmpje genoemd, maar erg handig. Kijk eens even vooruit van wat gaat er met die munt in de toekomst gebeuren. Je kunt hier iedere munt intoetsen. En in dit geval heb ik Stratus ingetoetst. En je krijgt te zien wat er in dit geval voor Stratus op het programma staat. Nou, bijvoorbeeld over een week. Over 6 dagen al de full node alpha release van Stratus. Nou, dat zie je ook al terug in de groei van Stratus. Alles is hier met elkaar verbonden. Hier heb je Stratus. Kijk, 100% al gegroeid afgelopen week. Omdat mensen dat nieuws ook in de gaten houden. En je moet dus zorgen dat je de grote horde voor bent. En op die manier kun je natuurlijk het meeste profijt halen uit je investeringen. Nou, er was natuurlijk nog meer nieuws te noemen vanuit Stratus. Maar het gaat niet zozeer om Stratus in dit geval, als wel om gebruik maken van het nieuws wat nog op de kalender staat. En let er daarbij goed op dat het goed gevalideerd is. Hè, dat mensen hebben gezegd van ja, dit heb ik ook gezien. Ik acht dit werkelijk waar en geen fake nieuws. En als dat nou boven de 75, 80% zit. Nou, in dit geval hebben we het over 98, 98%. Dan kun je er dus van uitgaan dat we hier met een goede bron te maken hebben. Sowieso moet er altijd wat bewijs aangeleverd worden. CQ een bron. Dus maak daar gebruik van. Ik wil het hier even bij laten. Ik wens jullie veel groen in jullie portfolio. En dat we elkaar maar mogen gaan zien straks allemaal op die maan. Wil je meepraten over cryptocurrency? Kom dan bij onze Discord groep. Like even dit filmpje en of delen. Nou, dat helpt mij weer beter gevonden te worden. Tot de volgende keer. Doei.